Welkom allemaal. Ongelooflijk leuk dat jullie bij dit webinar zijn. Nou, we hebben weer een prachtig programma met Wendy Wal-Ruimenstein. Maar goed, die gaat zichzelf zo voorstellen. Ja, de eerste mensen druppelen al binnen. Ik ga toch eventjes nog het welkomstwoord doen. Mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts, nu bijna 10 jaar in eigen praktijk in Nijkerk. En heb daarnaast een leefstijlbedrijf, Dr. Tamara. Leefstijlprogramma, we hebben een expertprogramma en we hebben allerlei, van alles zit er bij in. En ik doe veel op social media. We hebben vanmiddag weer bij Nederland 2 geweest, bij de EO, om te vertellen over leefstijl. Dus nou, dat houdt mij zo een beetje bezig. Kan jij even heel even kort vertellen wie jij bent, Wendy, want dan kunnen we ook even het geluid checken. Ja, zeker. Nou, allereerst complimenten voor al het goede werk wat je doet voor meer leefstijl in de zorg. Ja, ik ben dus Wendy Wal-Ruimenstein, van huis uit eigenlijk econoom. Ik heb jarenlang in de financiële wereld, de internationale financiële wereld gewerkt. En heb dus pas op latere leeftijd, dat is ondertussen zo'n 12 jaar geleden, mijn baan opgezegd om me te wijden aan leefstijl. Ik heb toen voeding en diëtetiek gestudeerd, ben gewoon diëtist geworden. En daarna ben ik gepromoveerd bij het Amsterdam UMC op een project dat heet Plants for Joints. En daar ga ik vanavond van alles over vertellen. Ja, superleuk. Nou, ik heb de sheets gezien. Echt, ik kan niet wachten. Het is weer een heel mooi verhaal. Jij gaat zo inderdaad vertellen tot ongeveer half negen. Je kunt tussendoor je vragen stellen. We zullen die na afloop zullen we die beantwoorden. Echt tot stipt 9 uur. Want dan vinden wij het ook fijn om aan onze avond te beginnen. Dus stuur die vragen via de chat aan de rechterkant. 2 spreekballonnetjes. Als je denkt, maar ik zie ze niet. Dat klopt, dat is in verband met de privacy. Dus wij zien ze wel, u ziet ze niet. En in het midden zit de knop opnieuw verbinden. Dus stel dat het beeld vasthangt, geluid hangt vast. Druk even op de knop opnieuw verbinden. Nou, ik hoor. Even kijken. Ja, alles goed, zegt iedereen. Zegt Marloes. Marloes zit achter de schermen. Dus beeld is goed, geluid is goed. Ja, dan zou ik zeggen, Wendy, veel plezier. Ik zal de presentatie even voor je opzetten. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, goedenavond allemaal. Zoals ik al zei. Ik zie de slides niet. Zie jij ze wel? Ja, ik zie ze wel. Ja. Oh, en kan men even in de chat laten weten, zien jullie ze ook? Want dan zal het aan mij liggen. Nou, dat is toch. We doen het nu 4 jaar. En dit heb ik dus ook weer nog nooit meegemaakt. Vaak is het dan zo'n een of ander gekkigheidje. Maar jij ziet de slides, zie je nu nog steeds? Ja, ik zie ze wel. Ik hoop dat de mensen het vooral zien. Ja, nee, precies. Dus daarom vraag ik even via de chat. Waar zien ze ook prima? Nou, ligt het aan mij. Spannend. Als jullie het maar zien, vind ik het helemaal prima. Ga ik mijn video en geluid uit. Ja, iedereen zegt ja. Dus ligt aan mij. Ik ga mijn beeld en geluid uitzetten. En ik wens jou veel plezier, Wendy. Dankjewel, dankjewel. Nou, goedenavond allemaal. Wat geweldig dat jullie met zoveel zijn gekomen. Nou, ik vertelde net al iets. Hè. Eigenlijk dus econoom, uit die financiële wereld gekomen. En dus op latere leeftijd diëtist geworden. En in januari ben ik gepromoveerd bij het Amsterdam UMC op dit prachtige project Plants for Joints, planten voor gewrichten. En daar ga ik jullie van alles over vertellen. Maar even kort nog de aanleiding. Waarom ben ik nou eigenlijk geswitcht van die financiële wereld naar deze wereld van gezondheid en leefstijl? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met mijn echtgenoot. Want die is namelijk 23 jaar ouder dan ik. Ja, en ik wil die man natuurlijk. Ik hou ontzettend veel van hem. En we zijn al 25 jaar samen. En ik wil natuurlijk nog veel meer jaren met hem doorbrengen. Dus vandaar dat ik zo geïnteresseerd ben geraakt in leefstijl. En hij is natuurlijk maar NS1. Maar op hem werkt het in ieder geval. Daar vertel ik straks nog wel iets meer over. Maar we duiken nu lekker direct in de wereld van de reumatologie. Want toen ik dus bij het Amsterdam UMC klinisch diëtist was, dacht ik van ja, reuma, wat heeft dat nou te maken met voeding en leefstijl?
En toen kwam ik Dirk-Jan van Schaardenburg tegen, reumatoloog en hoogleraar bij het Amsterdam UMC. En met hem raakte ik aan de praat over wellicht de kracht van leefstijl voor reumatische aandoeningen. Nou, jullie zien hier op dit plaatje Amsterdam UMC staan, maar jullie zien ook Reade staan. Nou, en Reade is het Centrum voor Revalidatie en Reumatologie in Amsterdam, waar wij ons onderzoek hebben uitgevoerd. En jullie zien ook PEN staan, de Physicians Association for Nutrition. Dat is een organisatie waar ik vicevoorzitter van ben. Het is een internationale organisatie met offices in allerlei landen, ook in Nederland. En dat is een organisatie van en voor gezondheidsprofessionals, dus artsen, diëtisten, verpleegkundigen, die meer aandacht willen voor voeding in de zorg. En last but not least zien jullie ook het logo van Plants for Health. En daarover vertel ik jullie straks ook meer. Maar eerst dus reuma. Want vanavond ga ik het met jullie hebben specifiek over reumatoïde artritis en artrose. Reumatoïde artritis is een inflammatoire, dus een inflammatoire aandoening waarbij je bijvoorbeeld ernstige ontstekingen krijgt in je gewrichten, bijvoorbeeld in je knieën of in je handen of in je schouders of in je ellebogen. Er zijn ongeveer 270.000 mensen in Nederland die daar last van hebben. In totaal zijn er nog veel meer mensen die last hebben van inflammatoire reumatische aandoeningen. Denk aan artritis psoriatica of axiale spondyloartritis. Allerlei andere vormen, Bechterew. Is er bij dit soort mensen, zijn er ook mensen aanwezig die andere vormen hebben. En hoewel ik het dus vaak over reumatoïde artritis heb, kun je op zich wel ervan uitgaan dat heel veel dingen die ik over reumatoïde artritis zeg, ook van toepassing zijn op heel veel andere vormen van reuma. Bij artrose is het een iets ander verhaal. Daar heeft maar liefst bijna 1 op de 10 Nederlanders en in de hele westerse wereld last van. Dus heel erg veel. Het is nog groter dan diabetes type 2. En in dit plaatje rechts, dat is een plaatje van het RIVM, zie je, dit was een voorspelling uit 2015. En in 2015 waren er dus 1,2 miljoen mensen met artrose. En de voorspelling van het RIVM was toen al dat het zou gaan stijgen naar bijna 2,3 miljoen mensen in 2040. En op nummer 2 zie je hier staan nek- en rugklachten met bijna 2,3 miljoen mensen. En het erge is dus dat heel veel van die nek- en rugklachten ook vaak een vorm van artrose zijn. Kortom, een hele grote aandoening. Nou, en kijken we dan naar de behandeling. Eerst even weer terug naar reumatoïde artritis. Nou, gelukkig is er sinds een jaar of 30 echt een enorme toename van best wel hele effectieve medicatie. Methotrexaat en biologicals bijvoorbeeld. En die werken best wel goed. Die zorgen er vooral voor dat je gewrichten eigenlijk geen schade oplopen. Dat je dus niet van die vervormingen krijgt die je wel kent van vroeger. En helaas nog soms wel wat mensen treft. Maar er is dus steeds betere medicatie. Maar minder dan 50% van de mensen met reumatoïde artritis komt echt in remissie. Bereikt dus echt het behandeldoel. Dus dat is best wel weinig eigenlijk. Dus de meeste mensen worden redelijk goed behandeld. Maar het is toch niet, zeg maar, zoals het zou moeten zijn. En daarbij hebben ook best wel veel mensen last van bijwerkingen van die medicijnen. Bij artrose is het echter nog veel erger, want daar is eigenlijk heel erg weinig voor. Dus mensen hebben veel last van pijn, stijfheid en ze kunnen ook minder goed functioneren. Maar ze hebben ook vrijwel geen behandelopties. Nou, terug even naar die reumatoloog, die hoogleraar bij het Amsterdam UMC, Dirk-Jan van Schaardenburg. Nou, hij zei toen van ja, weet je wat het interessante is? In de jaren 80-90 is er wel onderzoek gedaan naar een plantaardig voedingspatroon bij mensen met reumatoïde artritis. En dat interesseerde mij wel, want ik had mij tijdens mijn opleiding al gespecialiseerd in plantaardige voeding. En dat kwam eigenlijk voort vanuit het idee dat vaste, wat eigenlijk al bewezen effectief was voor reuma. Ja, vaste, ja, dat kun je niet voor eeuwig doen natuurlijk. Het helpt even, maar daarna ga je natuurlijk weer eten.
Dus veel onderzoekers hadden zoiets, en dit was natuurlijk in een periode dat er eigenlijk juist nog geen medicijnen waren voor reumatoïde artritis. En in die periode dachten op een gegeven moment een paar Noorse onderzoekers van, stel nou dat we mensen dus ook een week laten vasten, want we weten wel dat dat de ziekteactiviteit, de ontsteking kan verminderen. En we ze daarna plantaardige voeding geven. Nou, daaruit kwam een prachtig artikel wat in de Lancet, niet het minste wetenschappelijk tijdschrift, werd gepubliceerd. En uit dat onderzoek, nou, het is een ingewikkeld plaatje, maar wat dit plaatje vooral zegt, is dat de interventiegroep die ging vasten een week en daarna een jaar plantaardig at, dat die ten opzichte van de controlegroep, die eigenlijk een soort ziekenhuisdieet, een gezond dieet geadviseerd kreeg, dat, en het is met die stippen lijn hier aangegeven, dat die interventiegroep, die plantaardige groep, een jaar lang veel minder pijn had, veel minder gevoelige gewrichten had, veel minder gezwollen gewrichten had, en ook de objectieve bloedwaarden voor ontsteking namen echt keurig af. Nou, dit, ja, het interessante is, een heleboel reumatologen kennen dit onderzoek helemaal niet. Dit is een beetje in de la verdwenen. En dat komt eigenlijk omdat juist hierna kwamen er allemaal hele goede medicijnen. Dus het is eigenlijk een beetje vergeten en er is eigenlijk nooit wat mee gedaan. En al pratende weg met het Amsterdam UMC en met Reade, bedachten we van, ja, dit zou eigenlijk nog een keer goed onderzocht moeten worden. Maar misschien is het interessant om er wat leefstijlfactoren bij te zetten. Want we wisten ook al dat mensen die veel bewegen een 35% lager risico hebben op het krijgen van reumatoïde artritis. En dat is natuurlijk een interessant gegeven. En we wisten eigenlijk ook wel dat als mensen reuma hebben en ze gaan bewegen, dat dat dan ook eigenlijk heel goed voor ze is. Dus we hadden zoiets van, misschien moeten we dat stuk beweging integreren in ons programma. Maar wat mij nog het meest frappeerde in dit vooronderzoek, dat was dit gegeven. Het feit dat mensen met een posttraumatisch stresssyndroom, dus een extreme vorm van stress, een bijna 2 keer hoger, een 75 tot 100% hoger risico hebben op het ontwikkelen van reuma. En dit is gebaseerd op een enorm onderzoek, meer dan 600.000 veteranen, Amerikaanse veteranen, en ook nog bevestigd met een ander onderzoek onder meer dan 50.000 verpleegkundigen. Kortom, er is dus een hele sterke relatie tussen stress en reuma. En als je dan kijkt naar die drie leefstijlfactoren, plantaardige voeding, beweging en stressreductie, ja, dan kwam ik al heel snel uit bij een onderzoek van een arts uit de jaren 80-90. In 1991 publiceerde namelijk Dean Ornish zijn eerste uitkomsten van een prachtig onderzoek waarin hij het effect bestudeerde van een leefstijlprogramma op basis van een plantaardig voedingspatroon, beweging en stressmanagement op mensen met een vernauwing in hun kransslagader. Dus mensen die eigenlijk vernauwingen hadden in hun, ja, hartslagaders als het ware. Die waren 40% vernauwd. En na een periode, nou, dus die interventie, die eigenlijk een soort programma wat zij doorliepen. En nog 5 jaar later zagen we dus dat die vernauwing minder werd. Terwijl in de controlegroep, die dus de reguliere behandeling kreeg, waaronder dus stents en ook statines, alhoewel die statines toen nog niet zo heel veel gebruikt werden, zag je dus dat over een periode van 5 jaar die vernauwing in de kransslagader veel erger werd. En dit onderzoek, dit inspireerde overigens onder andere Bill Clinton, vorige president van de Verenigde Staten, om plantaardig te gaan eten. En in een latere studie werden al deze factoren heel mooi samengevat. Want wat er eigenlijk speelt bij zowel hart- en vaatziekten, maar ook bij reuma en ook bij een versneld verouderingsproces, wat we dus zien bij artrose, is dat er eigenlijk sprake is van een soort milde, een
een chronische, laaggradige ontsteking. Hè, dus niet een ontsteking zoals je wel eens ziet bij een knieontsteking. Of bijvoorbeeld als je je gesneden hebt, je vinger gesneden hebt bijvoorbeeld. En je krijgt echt een heftige ontsteking omdat het niet helemaal schoongemaakt is of zo. Waar wij het hier over hebben, is eigenlijk een lichte verhoging van de ontstekingswaarde in je bloed. En die is dus systemisch, die is chronisch. En die is op zich binnen de referentiewaarde. Hè? Dus het is niet zo dat je, als je bij de dokter komt, dat hij zegt, oh wauw, wat heb jij een ontsteking? Nee, het is op zich wel beperkt, maar het is continu aanwezig. En ik vergelijk dat ook wel eens met een soort van continue irritatie van het lichaam. En je ziet dus hier allerlei aandoeningen die dus aangedreven worden door dus die chronische ontsteking. En dit is gebaseerd op heel veel onderzoeken en gepubliceerd in Nature Medicine. Dus een groot en belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. En wat we dus zien is dus dat die chronische ontsteking dus het risico verhoogt op allerlei zaken. Ook neurodegeneratieve ziektes bijvoorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld één zo'n aandoening hebt, bijvoorbeeld reumatoïde artritis, wat dus een auto-immuunziekte is, dan verhoogt ook het risico op andere aandoeningen. Zo hebben mensen met artrose en mensen met reumatoïde artritis een veel hoger risico op hart- en vaatziekten. Nou, wat we hier zien is dat heel veel onderzoek aantoont dat die chronische ontsteking aangedreven wordt door leefstijlfactoren. Onvoldoende slaap, hè, dus als je continu iets te weinig slaapt, dan gaat je inflammatie omhoog, dan gaat je ontsteking omhoog. Stress, zagen we net al, extreme vorm van stress, posttraumatisch stresssyndroom, dat verhoogt de ontsteking. Ongezonde voeding, dat ligt voor de hand, meer ontsteking. Obesitas en met name veel buikvet verhoogt ook weer die ontsteking. En tot slot fysieke inactiviteit. En dan zie je hier een vreemde eend in de bijt, dat is dus dysbiose. En dysbiose, dat wil zoveel zeggen als een onevenwichtigheid in je microbioom. En die onevenwichtigheid in je microbioom, dat wil zoveel zeggen als dat je te weinig goede bacteriën hebt en te veel slechte bacteriën. Terwijl die goede bacteriën, die maken allemaal stofjes aan die via de darmwand in je bloed komen en op die manier die chronische ontsteking verlagen. Kortom, dit concept ligt ook echt ten grondslag aan ons onderzoek. En je ziet wel dat ongezonde voeding, maar ook obesitas, dat heeft natuurlijk wat met elkaar te maken. Je kunt ook eigenlijk wel stellen dat voeding misschien wel de belangrijkste component is. En dat zie je hier. Ik heb deze twee grafiekjes uit de Journal of the American Medical Association. Het is een heel groot onderzoek in de Verenigde Staten. En hier zie je dus bij risicofactoren voor overlijden dat er allemaal voedingsgerelateerde zaken in de top 10 staan. Hè? Algemeen voedingsrisico's. Nou, roken is ook een leefstijlfactor natuurlijk. Maar bijvoorbeeld bloeddruk of een hoge BMI. Of een hoog glucose, hoge bloedsuikerwaarde. Dat zijn allemaal zaken die ook gerelateerd kunnen worden aan het voedingspatroon. En nou heb ik ook veel gewerkt vanuit mijn eigen praktijk. En dan hoorde ik wel eens mensen zeggen, ja, maar Wendy, dan maar een paar jaar korter. Ik laat mijn wijntje en mijn biertje en mijn biefstukje en mijn kaasje niet staan. Maar als je dan gaat kijken naar kwaliteit van leven, dan zie je eigenlijk precies dezelfde top 10 staan. Kortom, gezond leven, dat doe je niet om langer te leven, maar dat doe je vooral om die gezonde levensduur te verlengen. En dat heeft ertoe geleid dat wij zijn begonnen met Plants for Joints. En Plants for Joints, dat is dus een leefstijlprogramma gebaseerd op een plantaardig voedingspatroon, een onbewerkt plantaardig voedingspatroon, wat natuurlijk wel lekker is, want anders dan hou je het natuurlijk nooit vol. Maar Plants for Joints gaat ook over minder zitten, over meer bewegen, beter slapen en lekker ontspannen. Nou, en we hebben daar een heel mooi onderzoek voor opgezet, waarbij we echt de gouden standaard voor onderzoek hebben gebruikt, namelijk een gerandomiseerde en gecontroleerde studie voor mensen met artrose en mensen met reumatoïde artritis. En die volgde dus een leefstijlprogramma van 4 maanden.
En dat begon met een kookworkshop waarin ze ja, lekker plantaardig leerden koken. En vooral een heleboel dingen gingen proeven. Want we merken ook heel erg dat als mensen proeven en snappen wat ze lekker vinden, dat het dan ook makkelijker wordt om recepten te zoeken en zo. En daarna kwamen er nog 9 bijeenkomsten. Waarin mensen met elkaar in groepjes van 6 tot 12 personen gingen zitten onder begeleiding van een coach die hen hielp bij de gezondere keuzes maken, waarin gesprekken werden gevoerd over hoe je dat nou op een goede manier kunt doen, waarin gesproken werd over bewegen, waarin ook bewogen werd en waarin natuurlijk allerlei ontspanningsoefeningen geoefend werden. Nou, kortom, in 4 maanden werden mensen helemaal klaargestoomd om die gezonde leefstijl echt te integreren in hun leven. En na die 4 maanden, we hadden dus die interventiegroep, die kreeg het leefstijlprogramma, maar we hadden ook een controlegroep en die kregen gewoon de reguliere behandeling, dus niet het programma. En die gingen we natuurlijk met elkaar vergelijken. Daarna, na die 4 maanden, kregen ook de mensen in de controlegroep dat leefstijlprogramma aangeboden. Dus ook zij gingen toen 4 maanden het leefstijlprogramma volgen. En uiteindelijk hebben we alle mensen die mee hebben gedaan nog eens een keer 2 jaar gevolgd en heel veel metingen afgenomen. Nou, wat kwam daar nou uit? Nou, voor de mensen met reuma, kijk vooral links. En de mensen met artrose, kijk vooral rechts. Wat zie je nou in het rechterplaatje? Nou, je ziet daar dat de hele groep met een ziekteactiviteit begon van ongeveer 3,7. En dat betekent eigenlijk dat de behandeling nog niet optimaal is. Hè? Dus hier zaten ook gewoon mensen tussen die medicijnen gebruikten. En ja, ze hadden nog echt klachten. Maar het was ook weer niet zo dat ze een enorme ontsteking hadden. Want dan was het niet verantwoord om aan dit programma mee te doen. En het doel van de behandeling is om die ziekteactiviteitsscore onder de 2,6 te krijgen. Dat is eigenlijk het doel van de behandeling. En die score die wordt eigenlijk gemaakt op basis van het aantal gezwollen gewrichten, het aantal pijnlijke gewrichten en een bloedwaarde, de bezinking. En dat is een marker voor ontsteking en een algemeen cijfer wat de patiënten zelf gaven aan hoe ze zich op dat moment voelden. En wat je hier dus ziet is dat dus binnen 8 weken die ziekteactiviteit in de Plans for Joints groep flink afnam. Dit was echt een, zoals we dat dan zeggen, een klinisch relevante daling, maar het was ook statistisch significant, dus het was echt geen toeval. En ter vergelijking, dit is dus wat we ook zien bij bijvoorbeeld de betere reumamedicijnen. Dan rechts. Rechts zien we dus de metingen bij artrose en hier zie je een score van iets onder de 40. En van deze mensen hebben we ook allemaal foto's gemaakt van de knieën en heupen. En deze beginscore en ook die foto's, die zeggen eigenlijk bij elkaar dat dit mensen waren met een gemiddelde tot flinke vorm van artrose. Dus het was niet een beetje pijn in je knieën, het was echt wel flinke pijn. En deze score meet dus de pijn, de functie en de stijfheid. Functie, dat wil zeggen fysiek functioneren. Hè? Dus kun je de trap op en af lopen en dergelijke. En die wordt gemeten met een internationaal gebruikte en gevalideerde vragenlijst. En ook hier zag je dus binnen 8 weken een sterke daling van de pijn en de stijfheid en een verbetering van het fysiek functioneren. Want hoe lager deze score is, hoe beter het is. En dat daalde nog iets verder door na 16 weken. En ook dit was klinisch relevant en ook geen toeval. Dus het was statistisch significant. Dat is die p-waarde hier. Dat vinden wij onderzoekers heel erg belangrijk. Maar we hebben ze natuurlijk ook 2 jaar gevolgd. Nou, wat gebeurde er nou in die 2 jaar? Hier zie je de samenvattende cijfers van alle mensen die dus uiteindelijk het leefstijlprogramma volgden. Dus je ziet hier die sterke afname die we net ook al zagen in die 4 maanden. En je ziet dus dat hier de mensen met reuma die ziekteactiviteit gedurende de 2 jaar heel goed laag konden houden. En het mooie van deze resultaten is dat in deze periode van 2 jaar ongeveer de helft van de deelnemers ook de medicijnen kon afbouwen of stoppen. En ook dit was statistisch significant. En dan gaat het over het verschil tussen het begin en het einde. En dan hier de 2-jaarsresultaten voor artrose. Nou, vergelijkbaar. We zagen hier wel een beetje een huppeltje omhoog. Maar uiteindelijk toch een prachtige daling. En ook deze groep
kon dus over die 24 maanden in die vervolgstudie heel veel pijnmedicatie, maar ook wat glucose, dus bloedsuikermedicatie voor diabetes en ook cholesterolmedicatie afbouwen. Ja, en dan ga ik even twee ingewikkelde tabelletjes laten zien, maar ik zal het kort even uitleggen. Nou, wat we hier hebben onderzocht is het effect op een paar bloedwaarden en op gewicht en lichaamssamenstelling. Nou, wat je hier in die bovenste rij ziet, CRP en ESR, dat zijn echt ontstekingswaarden. En wat je dus ziet, dat begon hier bijvoorbeeld op 2,4 en dat is op zich niet eens een hele ongezonde waarde. Maar wat ik al zei, het is licht verhoogd. Dat is dus die chronische laaggradige inflammatie. En je ziet dat die prachtig zo een beetje naar beneden loopt. En we zien ook hier weer dat dat statistisch significant was. De mensen met reuma, die hadden een vrij gezond gewicht. Dus een klein beetje overgewicht, maar niet te veel. Dus zij vielen ook niet zoveel af. Maar zij verloren dus wel een statistisch significante hoeveelheid buikomvang. En ook hun cholesterol verbeterde flink. Dan bij artrose. De mensen met artrose, als je naar artrose kijkt, dan kun je bijvoorbeeld artrose hebben omdat je een keer bijvoorbeeld een ongelukje hebt gehad, een flinke stoot op je knie hebt gehad en daardoor is wat artrose ontstaan. Maar de meeste mensen die artrose hebben, die hebben artrose en ook metabool syndroom. En metabool syndroom, dat is eigenlijk een combinatie van wat risicofactoren voor diabetes en hart- en vaatziekten. Dan kun je denken aan een buikomvang die eigenlijk iets te groot is, een verhoogde bloeddruk, verhoogde bloedsuikerwaarde of verhoogde cholesterolwaarde. En voor ons onderzoek hebben we juist ook die groep mee laten doen. En je ziet ook hier dat mensen een vrij hoge BMI hadden die meededen, 33. En je ziet dus dat dat afnam in de loop van de tijd, maar vooral dat die buikomvang afnam. En je ziet ook hier weer dat die CRP, dus die ontstekingswaarde, afnam. En hier ging ook de bloeddruk naar beneden. Bij de mensen met artrose, waarvan ik al zei, die hadden behoorlijk wat buikvet. En mensen met iets te veel buikvet hebben ook vaak leververvetting. En dat is in Nederland een schrikbarend hoog percentage. Maar liefst 20% van de Nederlanders heeft leververvetting. En dat is feitelijk een voorstadium van echt een beschadiging van de lever. Dus echt gevaarlijk. Je hebt ook een verhoogd risico dan op leverkanker. En je ziet het ook wat vaker bij mensen die dus metabool niet zo gezond zijn. Dus bijvoorbeeld diabetes hebben en dergelijke. En wat wij hier hebben gedaan is gekeken naar dit blokje in de lever. En die hebben we dus voor het programma en na het programma bekeken. En hierboven zie je dus een deelnemster uit de interventiegroep, uit de Plans for Joints groep. En die begon met maar liefst 31% levervet. En als je bedenkt dat vanaf 5% spreken we al van leververvetting, was dit dus echt extreem hoog. En in slechts 4 maanden daalde dat naar 7%. Dit is echt een hele grote verbetering. En dit is een controlegroep deelnemer die dus in die 4 maanden geen programma volgde. En die ging van 25% levervet naar 30% levervet. En als we dan alle deelnemers bij elkaar nemen, dan zie je dat ze gemiddeld begonnen in het programma met 7% levervet. En ze eindigden met 2,5% levervet, terwijl in de controlegroep ging de leververvetting eigenlijk een klein beetje door en werd het een beetje erger. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, hoe perfect moet je dit leefstijlprogramma nou volgen? Wat heel belangrijk is in Plans for Joints is dat wij vanaf dag 1 mensen echt hebben geholpen bij het uitvoeren van een consistente leefstijlverandering. En daarbij is, zou je kunnen zeggen, perfectie eigenlijk je grootste vijand. Ik eet ook niet iedere dag alleen maar heel veel groente en fruit. Ik eet ook wel eens een taartje of gewoon iets lekkers, een frituurtje of zo. En toch kun je dan ook gezond blijven. Nou, we hebben ook onderzocht hoe goed nou de beste groep scoorde ten opzichte van de groep die het gemiddeld deed of de groep die het wat slechter deed.
En we hebben natuurlijk onze deelnemers allemaal voedingsdagboekjes laten bijhouden. En ze moesten allemaal vragenlijsten invullen over hoeveel ze bewogen en hoeveel ontspanningsoefeningen ze deden. En uiteindelijk hebben we daar een score van gemaakt. En die hebben we dus in drieën gedeeld. En we hebben dus de topscorers, die zie je hier met high. We hebben de middenmotors met moderate. En de mensen die maar een paar wijzigingen doorvoerden. En je zou kunnen zeggen, de mensen in de high group, die deden het programma eigenlijk voor 95% perfect. Moderate 80% en low waarschijnlijk de helft of 60% ongeveer. En het interessante is, want overal deed de hele groep het eigenlijk best wel heel erg goed. Maar het interessante is dus dat de groep die het heel erg perfect deed, eigenlijk niet eens zoveel meer verbeterde dan de groep die het gemiddeld deed. Kortom, het hoeft niet perfect om effectief te zijn en iedere stap telt. En je ziet hetzelfde hier bij artrose. Je ziet hier wel een iets groter verschil, maar desalniettemin, dit is ook al een fantastische verbetering. Dus ga niet voor perfectie, maar ga voor consistentie. Dus liever 12 maanden per jaar 80% goed, dan 1 maand 100% goed. Ja, en we hebben natuurlijk dat allemaal geëvalueerd. En mensen waren super tevreden over het programma. Dus daar waren we ontzettend blij mee. En dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, als mensen er zo tevreden mee zijn en als het zo effectief is, dan moet het in de zorg komen. En daar vertel ik zo wat meer over. Maar waarom werkt het nou eigenlijk? Want je zou je ook kunnen afvragen, ben ik niet ziek omdat het gewoon erfelijk is bijvoorbeeld? Ja, en als je dan kijkt naar erfelijkheid, dan zie je dat er wel degelijk wat erfelijkheid in het spel zit. En naar schatting is dat ongeveer 25%. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog vette pech. Hè? Ik met mijn gezonde leefstijl kan ook gewoon ziek worden. Dus het is niet alleen maar gezonde leefstijl. Maar wat je wel ziet, is dat voor heel veel aandoeningen maar liefst 2/3 of meer bepaald wordt door je leefstijl. Zelfs als je bijvoorbeeld een erfelijke aanleg hebt voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of de ziekte van Alzheimer, dan kun je dat risico, wat wel verhoogd is, relatief toch iets verlagen door heel gezond te leven. Dus ook hier geldt, het heeft altijd zin en ieder stapje heeft ook zin. En een prachtig voorbeeld, en dan kom ik weer even terug op mijn man, hè, want ik vertelde al, ik wil mijn man natuurlijk, ik wilde ooit mijn man zo lang mogelijk fit houden, maar had geen idee wat leefstijl daar eventueel bij zou kunnen betekenen. En voor mijn werk hebben wij een tijdje in Italië gewoond en daar, dat was rond 2004, en daar zag ik dus heel veel 80-plussers die hartstikke fit de berg opliepen. Toen dacht ik van, maar dit zien we in Nederland helemaal niet. En dat was in dezelfde periode dat de eerste studies verschenen naar de zogenaamde Blue Zones. En de Blue Zones, dat zijn 5 gebieden verspreid over de wereld, waar maar liefst 10 keer meer 100-plussers wonen dan in de Verenigde Staten. En ze heten Blue Zones omdat een van de onderzoekers, die plakte allemaal blauwe stickertjes op de gebieden waar dus heel veel 100-plussers wonen. Vandaar dus. En na veel onderzoek kwamen ze erop uit dat die Blue Zones, daar was geen genetica bij betrokken. Dat ging dus niet over erfelijkheid. Het ging wel over leefstijl. En daaruit kwam deze prachtige cirkel, verdeeld in 4 vlakken, die eigenlijk zegt, eet verstandig, zorg dat je een goed sociaal leven hebt, beweeg, maar beweeg vooral natuurlijk. Dus niet marathons lopen of enorme bodybuildingsactiviteiten ontwikkelen. Nee, gewoon tuinieren, wandelen, dat soort dingen. Zelf poetsen bijvoorbeeld. En de right outlook staat hier. Dat gaat over een hoger doel in je leven, maar ook ontspannen. En als je dan kijkt naar de voedingsrichtlijnen die daarbij horen, dan zie je vooral dat de belangrijkste conclusie is dat in de Blue Zones voor 95% plantaardig werd gegeten. En ik zeg expres werd, want deze onderzoeken stammen al van begin 2000, zijn ondertussen ook al 20 jaar oud. En helaas is er ook
plantaardig heel veel junkfood bijgekomen. Dus plantaardig wil niet automatisch meer zeggen dat het supergezond is. Maar in die in die gebieden zijn helaas veel is veel junkfood gekomen. Hè, bijvoorbeeld op Okinawa in Japan zie je dat de Blue Zone niet meer is wat het ooit was. Maar je ziet dus wel 95% plantaardig. Waarbij eigenlijk die verdeling in koolhydraten, vetten, eiwitten niet eens zo heel erg belangrijk is. Hoewel ze allemaal toch een deel eiwitten tot zich nemen, zie je dat de vetten en de koolhydraten heel erg uiteenlopen. Bijvoorbeeld in Japan eten ze relatief heel veel koolhydraten, terwijl bijvoorbeeld op Ikaria het voedingspatroon veel meer bestaat uit olijfolie. Maar wat ze wel echt overeen hebben, is dat vooral die eiwitten heel veel uit plantaardige bron kwamen. Maar goed, het gaat niet alleen over eten dus. Het gaat ook over die andere leefstijlfactoren, waaronder dus downshift en purpose, dus zingeving. Waarvoor leef je eigenlijk? Ben je je daar bewust van? Maar ook ontspanning. Hè, want zoals ik hier nu met jullie praat, ben ik natuurlijk heel erg actief. En staat mijn zogenaamde sympathische zenuwstelsel echt aan. En dat is helemaal prima. Maar er moeten ook momenten op de dag zijn dat ik werk aan rust en herstel. Dan is mijn parasympathische zenuwstelsel actief. En rust en herstel is ontzettend belangrijk voor het goed functioneren van ons lichaam. En dan zul je misschien denken van ja, maar ja, daarvoor slaap ik 's nachts. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. En een van de makkelijke tools die je daarvoor kunt gebruiken. En het is wel leuk, want onze dokter Tamara doet ook wel eens wat voor VGZ. En ik ben heel erg fan van deze VGZ Mindfulness Coach. Omdat het is A, gratis. En B, het is een hele laagdrempelige manier om ontspanningsoefeningen te doen. Dus die kan ik jullie in ieder geval allemaal aanraden. Download die VGZ Mindfulness app. En probeer gewoon iedere dag een hele korte oefening te doen. He, ze hebben zelfs oefeningen van 3 minuten bijvoorbeeld. Maar is dat het dan helemaal? Nou, eigenlijk niet. En als je daar meer over wil weten, dan kan ik je dit boek echt van harte aanraden. Dr. Shauna Shapiro is een van de meest vooraanstaande mindfulness onderzoekers. Zij doet al 30 jaar onderzoek naar mindfulness. En ze heeft dit prachtige toegankelijke boekje geschreven, Goedemorgen, ik hou van jou. En ze beschrijft daarin gewoon heel erg goed wat er allemaal nodig is voor een mentaal een ontspannen leven. En een van de belangrijkste figuren uit haar boek, dat is deze. En dit gaat over met wat voor een instelling je nou zo'n oefening, zo'n ontspanoefening eigenlijk doet. En wat heel erg belangrijk is, is je intentie. En dat hoeft echt geen hele grote intentie te zijn. Kan ook gewoon eens beginnen met, ik zou eigenlijk wel minder pijn willen hebben aan de gewrichten. Daarom doe je dus die mindfulness oefening. Maar dan weet je tenminste waar je het voor doet. Rechts zie je aandacht. Wees bewust in het moment. Interpreteer het vooral niet. Ervaar gewoon wat er is. En heel veel mensen met reuma of artrose, die zeggen dan, dat heb ik geprobeerd, maar dan voel ik alleen maar meer pijn. En dat klopt. En dat is ook best wel vervelend eigenlijk. Maar eigenlijk laat dat heel erg zien dat je op dat moment pas ervaart en je bewust wordt van wat er daadwerkelijk is. En dat je dus in het normale leven misschien wel te hard doorrent en eigenlijk die pijn dus wegdrukt en zorgt dat je er geen last van hebt, zodat je je ding kunt doen. Maar ja, uiteindelijk moeten we wel een beetje goed zorgen voor onszelf. En dan kom ik bij dat laatste punt, houding. En dat is zelfcompassie. En ik nodig je echt uit als er één ding is wat een mooie bijdrage levert, eigenlijk aan alles, dus ook aan meer bewegen, maar ook aan gezonder eten, dan is het zelfcompassie. Daarom heet dat leuke boekje ook Goedemorgen, ik hou van jou. Want ben jij in staat om in de spiegel te kijken en te zeggen, goedemorgen, Wendy, ik hou van jou? Nou, heel eerlijk, dat vind ik best wel moeilijk hoor. En ik weet dat heel veel mensen dat moeilijk vinden. Maar zonder die zelfcompassie
hebben die ontspanningsoefeningen eigenlijk heel erg weinig zin. Hey, Tamara. Oh, we moeten een beetje door, hè? Ik kom toch even om de hoek. Ja, ja, ja. Ja, dus ik zei al, weet je, ik ben van tevoren in onze voorbespreking, zei ik ook, zeg, ja, ik ben een strenge juf. Ja, je bent heel streng. Ik heb de tijd bewaakt. Ja. Ja, er is zoveel te vertellen, maar er zijn ook zoveel vragen. Ja, ik zie het. Hoe lang heb je denk je nog nodig? Nou, ik kan in 5 minuten afronden, want dan sla ik een paar iets minder relevante slides even. Helemaal goed. Ja? Oké, dankjewel voor de waarschuwing. Goed, dus dan nog even bewegen. Nou, dat is geen verrassing. Zitten is het nieuwe roken. Ik doe deze presentatie nu ook achter mijn staanbureau. Dus lieve mensen, minder zitten. Dat is echt stap 1. En dan toch even meer bewegen. Wat hier heel erg belangrijk aan is, is vooral dat iedere stap een enorme bijdrage levert. Dus als jij nu niet zo actief bent en je gaat iets doen, ook al is het maar een heel klein beetje, dan zijn de gezondheidsvoordelen heel erg groot. Dus iedere stap telt. Deze sla ik even over. En deze ook. Ja, als er nou één ding is wat je mee mag nemen van deze presentatie, is dat het vooral ook gaat over wat je meer kunt eten. Meer vezels zijn vooral gezond, maar vooral ook meer groente en fruit. En we zien namelijk dat bij diverse aandoeningen het risico bij meer groente en fruit afneemt. En dat risico pas begint af te vlakken bij ongeveer 800 gram groente en fruit. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben daar nog niet. Dus we hebben nog even te gaan. Dus meer groente en fruit is altijd een goed idee. Die sla ik ook even over. Ja, en dan plantaardig. Is plantaardig altijd gezond? Nou, nee. Want bijvoorbeeld deze sinaasappel is fantastisch. Maar als je er 5 uitperst in een groot glas, dan is dat minder gezond. De meeste diëtisten zeggen ook altijd liever 1 sinaasappel in de hand dan 3 in een glas. Dus eet je fruit zoals het komt. Hè. Eet je voeding zo min mogelijk bewerkt. En dat zie je hier ook. Hè. Koekjes, ook al zijn het veganistische Oreo-koekjes, liever niet. Tenzij je het echt een delicatesse vindt. En dan moet je er natuurlijk vooral van genieten. Ga je nou helemaal om en zeg je van, nou, ik wil dit wel eens proberen. Dan zijn er 3 supplementen die erg belangrijk zijn. En dat is vitamine B12, vitamine D3 en DHA en EPA. Dat zijn de zogenaamde omega-3 vetzuren. En als je daar meer vragen over hebt, dan kun je dat ook onder andere nalezen in mijn boek, maar ook op de website van PenNL, dus de Physicians Association for Nutrition in Nederland. Deze sla ik even over. Ja, we gaan afronden. De quick wins. Die zijn: zorg voor 3 goede maaltijden per dag en zo min mogelijk tussendoortjes. Zorg dat er in iedere maaltijd een eiwitcomponent zit, zoals sojamelk, sojajoghurt, pulvruchten, tofu, tempeh, de wat minder bewerkte vleesvervangers en noten en zaden. Zorg voor volkoren koolhydraten in iedere maaltijd. Neem groente en fruit bij iedere maaltijd. En denk vooral in termen van meer groente, fruit en vezels. En nogmaals, het hoeft niet perfect. Ja, en dan Plans for Health. Nou, wil je daar meer over weten? Ga dan naar de website van Plans for Health. Die zal ik zo nog wel even delen. Even kijken. Die sla ik ook nog even over. Dit is het team van Plans for Health. Wij gaan dus dit leefstijlprogramma implementeren in de zorg. Als je dat interessant vindt, kijk dan vooral op de website plans-for-health.nl. Kun je heel veel meer informatie vinden en ook je opgeven als je geïnteresseerd bent. Ja, en alvast aan de slag zeg je van, nou, daar wacht ik niet op. Ik wil alvast aan de slag. Maak dan even een printscreen van deze pagina. Hier staan wat tips op voor boeken, documentaires, de websites en ook voor concrete begeleiding. Dit is de website van PenNL. Dit is dus ook heel interessant voor alle zorgverleners, de gezondheidsprofessionals die nu kijken. Ga vooral even naar deze website. En ik eindig maar met deze. Plans for Health, wat ga jij morgen anders doen?
Oh, en bedankt. Dankjewel. Dat een goede verhaal. Ja, dank je. Ja, ik zag dat Marloes al de link had gedeeld van de website. Hartstikke fijn. Ah, kijk. Ja, dat doet ze altijd. Dat is echt fantastisch. Dan is ze al achter de computer is al bezig en dan heeft ze er al in gezet. Super fijn. Dankjewel. Hey, ik kijk even naar de tijd. Ja, ik denk dat we de meeste tijd hebben we wel nodig om de vraag te beantwoorden. Dus het zou kunnen zijn als je nu nog je vraag instuurt, dat we hem niet meer kunnen beantwoorden. Maar we gaan even kijken. Ik zal de turbo erop zetten. Iemand zegt, helpt het dieet ook voor andere inflammatoire ziektes, zoals auto-immuunziekte die het kraakbeen aantast, en relapsing polychondritis, dus andere auto-inflammatoire ziektes? Ja, kijk, dat is op zich niet voor alle ziektes... dat is niet voor alle ziektes onderzocht. Dus wij weten dat niet zeker. Maar wij hebben in de praktijk best wel veel mensen begeleid. Dus met andere inflammatoire aandoeningen. En daar zien wij dus inderdaad best wel goede uitkomsten. Mede, ik liet helemaal aan het begin zo'n plaatje zien met die drie wielen. Waarin dus die chronische ontsteking in het midden staat. En wat dus al die leefstijlfactoren vooral doen is die inflammatie verlagen. En dat is echt gunstig voor eigenlijk al die aandoeningen. Wat wel belangrijk, dus één maar. En dat is als je helemaal plantaardig gaat eten. Dan kan het bij sommige aandoeningen zo zijn dat je wat afvalt. En dat juist net niet de bedoeling is. Nou, en dan zou ik echt even de hulp van een diëtist inschakelen. Want die kan je prima helpen daarbij om te zorgen dat je wel plantaardig kunt eten, maar niet afvalt. Wat zou je dat dus niet standaard aanraden bij mensen die plantaardig gaan eten? Dat kan je prima zelf doen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld best wel hele goede websites. Je kunt bijvoorbeeld mijn boek gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld de Schijf for Life. Dat is ook wel een leuke website. Daar heb ik ook zelf aan meegewerkt. Dan zie je eigenlijk de schijf van 5, maar dan helemaal nog gezonder en plantaardig gemaakt. En daar kun je best wel goede informatie vinden. Ja, op zich zou ik wel mensen die een aandoening hebben eigenlijk altijd wel adviseren om de moeite te nemen om naar een diëtist te gaan. Ik merk toch altijd wel dat dat heel veel doet. En op die website van PEN, dus pen-nl.org, kun je ook heel veel diëtisten vinden die daar ook in gespecialiseerd zijn. Oh ja. Kijk, misschien Marloes zou je deze ook in de chat willen zetten. Even kijken, valt spierreuma ook onder reumatoïde artritis? Nee, eigenlijk niet. Het is wel een vorm, we krijgen dus over spierreuma en fibromyalgie heel veel vragen. Of alsjeblieft ook daar iets voor kunnen gaan doen. En ik zou daar heel erg graag eigenlijk wel onderzoek naar willen doen. Nogmaals, ook daar ligt die chronische laaggradige inflammatie wel mede aan ten grondslag. Dus ik verwacht wel dat dit wat kan doen. In die zin zou ik zeggen, proberen waard. Ja, duidelijk. Even kijken, die laaggradige ontsteking, hè? Daar had je natuurlijk een hartstikke goed verhaal over. Kun je die laten bepalen? Ja, dat is op zich lastig. Je kunt je CRP laten meten bij de huisarts. Maar ja, daar moet natuurlijk wel een aanleiding voor zijn om dat te meten. Er is ook nog zoiets als HS-CRP, High Sensitivity CRP. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat, weet jij misschien wel beter dan ik, of dat in de huisartsenpraktijk gemeten kan worden. Ik denk het niet. Nee, dat is best wel lastig. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ik wil het weten. Maar je kunt ook zeggen, ja, die leefstijlverbeteringen, die zijn sowieso gunstig voor mij. Er zijn natuurlijk ook een heleboel andere factoren. Denk aan het microbioom en de stofjes die, korte keten vetzuren die door de darm in het bloed komen. Ja, het liefst zou je dat allemaal van jezelf wel eens gemeten willen hebben. Maar wat we eigenlijk gewoon zien, is dat als je dit doet, dat het eigenlijk altijd een gunstig effect heeft op die CRP. Ja, precies. Ja, blijft er lastig. Fantastisch. Hey,
Iemand zegt, ik hoor goede verhalen of goede ervaringen met groenlipmossel. Maar ja, dat is weer dan weer niet plantaardig. Nee, Hoe, ja. Wat is jouw mening daarover? Nou, misschien is het goed om dan gelijk het hele visverhaal eens even te pakken. Want ja, toen ik hiermee begon, hadden we zoiets van, ja, ik zag die vraag ook langskomen. Vis en vooral vette vis, dat is toch gunstig voor artritis. En inderdaad, die groenlipmossel, die bevat bepaalde stofjes die inderdaad, er zijn een paar kleine onderzoeken naar gedaan die wel gunstige effecten laten zien. En op zich ben ik ook niet per se tegen groenlipmossel. Wat bij vis en bij voornamelijk het vet uit wat grotere vissen zo is, is dat eigenlijk het probleem vooral is dat het tegenwoordig heel erg vervuild is. En dat er veel toxines en PCB's in zitten. En dat dat eigenlijk best wel ongunstig is. En daarom adviseren wij ook om een algeolie supplement te gebruiken. Dus, en mijn hoop is eigenlijk ook dat we steeds meer algen gaan gebruiken in onze voeding. Om te zorgen dat we toch die goede omega-3 vetzuren binnenkrijgen. Ja. Ja, zonder de vervuiling van de vissen. Ja. Even kijken. Ja, een aantal dingen zijn al wel besproken. Ja, hoeveel vezels moet je minimaal eten per dag? 30 tot 40 gram. Ja, is dat een begrepen? Ja, is dat zeker. Voor jullie hetzelfde? Nou, het interessante is dat wij zitten nog hoger. Wij zitten, even kijken, 20. Zeker, ja, zeker op de 40 gram per dag. Minimaal. Ja. En dat is inderdaad heel erg hoog. Maar dat is ook wel een van de redenen waarom wij die gunstige effecten zien. Hè. Wij zien dat dus ook terug in het microbioom. Dat echt wel verandert. Meer vezels is echt, ja, de meeste Nederlanders hebben echt een chronisch vezeltekort. En dat is het makkelijke van deze plantaardige voeding, dat je eigenlijk automatisch heel veel vezels binnenkrijgt. Ja. Ja, helder. Ik zeg, is hier iemand die is, ja, wat nou als je allergisch bent voor soja, peulvruchten, noten en een aantal groenten? Ja, dan zou ik zeggen, raadpleeg je diëtist. Ja, zeker. Dat het wel volwaardig is bij het daarmee eet. Ja, zeker. Nee, als je echt... Vitamine D. Er is wel een verschil tussen echt een allergie. Ja, dus als je een allergie hebt, ga alsjeblieft naar een diëtist. En wat ik tegenwoordig ook wel veel zie, zijn veel testen die jou vertellen dat je allerlei voedselovergevoeligheden hebt. Waardoor mensen hun, zeg maar hun spectrum aan plantaardige voedingsmiddelen enorm terugbrengen. En dat vind ik echt een kwalijke zaak. Ik denk dat meer kwaad dan goed doet. Ja. Dus pas daarvoor op. Ja. Ja, zo'n mooie onderzoeken, volgens mij op Radar of Kassa of zo, waar ze naast elkaar. En dat was veel geld, weinig uitsluitsel. Ja. Even kijken. Of waren heel veel uitsluitsel, zeg maar, waardoor het heel eenzijdig werd. Ja. Vitamine D3, ook in de zomer? Het is zo dat vitamine D krijg je gewoon wat minder binnen in een plantaardig voedingspatroon in de zomer. Kijk, tenzij, ik slik het zelf bijvoorbeeld niet als ik echt op vakantie ben, want dan ben ik ook heel veel buiten. Want je krijgt het dus via zonlicht wordt het aangemaakt. Maar als het zomer is en je bent gewoon aan het werk op kantoor, krijg je ook gewoon te weinig binnen. Dus ik adviseer eigenlijk met uitzondering van vakanties gewoon altijd gebruiken. Ja. Gewoon lekker jaar rond. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen, zet het even naast je tandenborstel, weet je, vergeet je het niet. Begin je dan gewoon met zo'n vitamine D. Precies. Intolerant voor soja. Wat kan ik dan het beste als alternatief nemen? Ik neem nu zelf kefir. Als je intolerant voor soja bent, dan mis je in een plantaardig voedingspatroon best wel veel eiwitrijke producten. Nogmaals, hè, is het een overgevoeligheid, intolerantie? Kijk goed, als het een allergie is, absoluut vanaf blijven natuurlijk. Maar kijk het even goed naar. Ga eventueel naar een diëtist. Maar de alternatieven, die moet je vooral dan zoeken in de peulvruchten. Dus linzen, kikkererwten, bonen, dat soort producten. Perfect.
Joker zegt, ja, ik zit een beetje snel. Normaal heb ik altijd veel, doe ik veel uitgebreider. Maar er zijn nog zoveel vragen. En ik wil zoveel mogelijk vragen voor 9 uur beantwoord hebben. Ja, prima. Iemand zegt, Andrew Williams ook heel boeiend over voeding en chronische ziekte. Ken ik zelf niet. Jij misschien wel? Sorry, wat? Anthony William. Is dat niet de miracle? Van Anthony William. Ja, is dat niet die miracle? Die van de bleekselderijsap is dat volgens mij. Geen, misschien kan Virginia nog een keer erin zetten. Ja, nee, ik ken hem. Ja, de boekenlijst die jij mogelijk hebt laten zien. Maar die, ik heb dus je presentatie helemaal dus hier niet gezien. Super raar. Nee. Maar jullie krijgen in de loop van de komende dagen krijgen jullie de presentatie en de opnames gewoon toegestuurd. Je kan alles echt lezen. Ja. Even kijken. Nou, vette vis heb je net gedaan. Ah ja, iemand zegt ik heb de afgelopen week wat aardig een menu geprobeerd, maar ik word om 5 uur 's ochtends warm en een lege maag. Heb je daar wat bij? Ja. Zelf even dubbel. Ja. Heb je daar? Ik begrijp de vraag. En inderdaad, op een plantaardig voedingspatroon zit. Oh, sorry. Oh, nu zitten we lekker door elkaar heen. Ja, nee, zeg maar wel, Wendy. Nou, het is inderdaad zo dat zeg maar de energiedichtheid van plantaardige voeding is veel lager. Dat betekent eigenlijk dat als je je bord volgooit met plantaardige voeding, zitten daar veel minder calorieën in dan als je je bord volgooit met ja, zeg maar wat meer standaardmenu. Dus dat betekent eigenlijk dat je veel meer kunt eten. Dat vind ik een groot voordeel van deze manier van eten. En als je dus om 5 uur wakker wordt met een knorrende maag, heb je gewoon te weinig gegeten. Dus neem bijvoorbeeld 's avonds bijvoorbeeld wat nootjes of zo. Dat verteert wat langzamer en is ook lekker aan energie. Dus dat moet het wel doen. Duidelijk. En dan is toch de vraag, is erwten-eiwitpoeder aan te raden? Erwten-eiwit, er zijn dus natuurlijk verschillende soorten vegan eiwitpoedertjes. Over het algemeen prima. Ik zou niet er helemaal op afgaan. Het is op zich prima om een half maatschepje per dag, bijvoorbeeld door je smoothie of zo te doen. Daar is niks mis mee. Erwten-eiwit is dan inderdaad een goed eiwitrijke bron. Duidelijk. Gewoon nog even een compliment tussendoor. Ik heb Wendy al eens eerder horen spreken, maar het blijft geweldig om naar te luisteren. Geweldige resultaten in het onderzoek. En Wendy, gefeliciteerd met je promotie. Nou, dankjewel. Helemaal leuk. Dus dat dacht ik gewoon even leuk voor tussendoor. Iemand vraagt, waar kun je workshops vinden voor plantaardig koken? Nou, ik heb een hele goede tip. Dat is Cooking for Life. Als je het googelt, cookingforlife.nl is de website, geloof ik. Dat is Anja Hermanus Schreuder. Zij is een vegan chef. En zij is ook echt gespecialiseerd in gezonde plantaardige voeding. En zij heeft alle kookworkshops bij Plants for Joints gegeven. En je kunt gewoon, je kunt haar inhuren. Ze is best wel betaalbaar als je je met een groepje verzamelt, bijvoorbeeld gewoon bij jezelf thuis. Kun je haar gewoon inhuren. Ja, heel erg aanbevolen. Is heel leuk. Ja, Marloes heeft hem alweer hartstikke. Super, Marloes. Iemand zegt vitamine D, toch ook als je op gang bent. Ja, sowieso alle vrouwen boven de 50 dagelijks gebruiken, alle mannen boven de 70. Alle mensen die gesluierd zijn, met een donkere huid, altijd vitamine D. En inderdaad wat Wendy zegt, ja, als je voornamelijk binnen zit. Hè, we zijn toch redelijke kantoortijgers geworden. Ja, dan gewoon elke dag vitamine D. Het is, tenzij je belachelijk hoge hoeveelheden hebt. Maar als jij 10, 20, 25 microgram per dag gebruikt, helemaal niks aan de hand. Hartstikke goed ook voor je immuunsysteem, voor je botten. De slides, je krijgt alles dus terug. Even kijken, Calcidew D3 is voldoende, want daar zit 880 in en dat is ruim 200, of dat is 20 microgram. Perfect. Dan wil ik bij deze afsluiten jou ongelooflijk bedanken, Wendy. Nou, nogmaals, iedereen krijgt na afloop, dus ergens in de komende dagen, krijg je de opnames toegestuurd, de slides toegestuurd. Je kan alles nog eens heel rustig terugkijken naar Wendy. Hè? De informatie over Plants for Joints,
zit er natuurlijk in. Het boek zit erin. Dus ja, ik zou zeggen, ga het bekijken. Ga ermee aan de slag. En ja, ik denk dat inderdaad, er is veel meer dan pillen alleen. Hè, want dat is toch een beetje symptoombestrijding. Het is brandjes blussen, terwijl het volgens mij veel interessanter is om die pyromanen op te sporen. Dus echt te gaan ook naar de bron. Ongelooflijk bedankt, Wendy. Ja, jij ook. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Ja, heel graag gedaan. Ja, ik heb er weer enorm van genoten. Ik ga mezelf dus ook terugkijken, want ik ben wel naar je aan het luisteren geweest, maar ik had de plaatjes er dus niet bij. Nee. Die ga ik nog eventjes bekijken. En dank je wel allemaal. Een hele fijne avond. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens!